Tussen de vissers en de zangers valt één jongen heel erg op. Hij heet geen smid, tol of schilder. Nee, deze jongen heet Journey Marengo. Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. En vandaag ben ik in Volendam bij het Krasstadion. En ik ga op bezoek bij Journey Marengo. Dat valt alleen aan de morgen. Als het goed is, trainen ze hier. Ja, hier zijn ze trainen. Ik zie het staan. Terwijl de training nog even bezig is, ga ik met mijn camerateam op zoek naar een heerlijk visje op de dijk in Volendam. Als je dan toch in Volendam bent, wel even een visje meepakken, toch? Charmant. De training is voorbij en wij zoeken Journey weer even op. Ik ben hier met Journey Marengo. Gaat het goed? Ja, gaat lukken. Ja? Ja, gaat lukken. Ben je lekker getraind ook? Ja. Het was een zware training vandaag, maar is goed. Ja, wat heb je gedaan? We zijn begonnen met een looptraining van 3 kwartier. Daarna een voetbaltraining, dus passen, trap, zulke dingen. En we zijn gestopt met geëindigd met een krachttraining. Ah, dat is altijd zwaar, ja. Ja, dus dat is wel een lekker training vandaag. Okay. Hoe lang speel je aan de jeugd van Volendam? Dit is mijn 4e seizoen. Ik begon hier in de C1 en ja, ik zit nu in de A1. Dat is het eerstejaars. Okay, en is er een beetje kans dat je naar het eerste gaat? Ja, die kans is er altijd, maar het ligt natuurlijk aan jezelf. Hoe je presteert op de trainingen, als er gekeken wordt vanaf boven en hoe je presteert tijdens de wedstrijden. En ja, zulke dingen spelen mee in dat proces. En voor de mensen die je niet zo goed kennen, wat voor speler ben jij? Nou, ik ben een buitenspeler of een spits. Ik ben snel, sterk, scorend vermogen. En ik wil altijd de snelste weg naar de goal pakken. Dus. En hoe oud ben je nu? 17. 17. Dus je hebt nog een hele weg te gaan, in principe. Ik ben nog erg jong. Dus, Wat moet ik ervoor doen om proefvoetballer te worden? Ik denk dat je dan heel erg hard moet gaan trainen. En ja, elke dag ermee bezig zijn, op je voeding letten, op tijd naar bed gaan. Gewoon de kleine dingetjes die zijn dan bepalend. Ja. En twee keer in de week naar de sportschool, helpt dat? Dat is iets te weinig. Dus ik moet wel vaker gaan. En... Ja, je moet sowieso al minimaal 10 uur per week trainen. Dat is minimaal. En wil je het halen, dus dat is een tip voor jou. Okay, en hoe vaak train je hier bij Volendam? We trainen 5 dagen. En soms 2 keer op een dag. En zoals vandaag trainen we 2 uur en een kwartier. En op de andere dag meestal gewoon 1,5 uur. Het is natuurlijk wel een goede jeugdopleiding. Ja. Waaronder Natasha Markelo, die is naar Everton gegaan. Ja. Spreek je hem nog? Ja, zo goed. Is mijn beste vriend trouwens. Dus, die is vorig seizoen naar Everton gegaan. Ja, dat is gewoon verdiend. Heeft hij goed gedaan dat jaar. 2 jaar achter elkaar echt goed gevoetbald. Dat is opgevallen. Niet alleen in Nederland, maar ook buitenland. En daardoor heeft hij die stap kunnen maken. Ja, maar hij heeft ook nooit in het eerste van Volendam gespeeld. Nee, hij heeft wel zijn debuut gemaakt, maar officieel zijn debuut, dus nog niet officieel. Ja. Ja, maar hij kreeg die kans ook niet echt. Maar dat is niet altijd bepalend voor hetgeen wat er gaat komen. Ja, Everton zat hier gewoon op de tribune en die zag hem goed voetballen natuurlijk. Ja, daarom. Is hij zoveel beter dan jij? Hij is een ander soort speler. Hij is een verdediger. En ja, hij is echt gewoon een ander soort speler. Maar zijn kwaliteiten lagen gewoon echt bij die club. Gewoon een hele sterke, snelle verdediger, slimme verdediger. Ja, voor Engeland is dat natuurlijk wel heel goed. Ja, daarom. En hij kan nog heel goed voetballen als verdediger, dus dat is wel zijn voordeel. En wat is jouw droomclub op dit moment? Als je mag dromen, mag je alles dromen? Als ik mag dromen? Manchester City misschien, Real Madrid, die kant op. Maar dat is nog een hele lange weg. Ik hoop dat ik dat ooit kan bereiken, maar... En wie vind je op dit moment de beste speler ter wereld? Ronaldo. Ja, Ronaldo? Ja. Geen Messi, maar Ronaldo? Nee, Ronaldo. Okay. En wie is je grote idool dan ook? Ronaldo? Nee, niet per se. Ik ben meer van de jongere jongens. Dus Leroy Sané, Kylian Mbappé is ook een jongens. Dat is ook een... Dat zijn wel voorbeelden voor jou. Ja, van... Ik ben ook zo'n type speler. Dus dat zijn meer de jongens waar ik naar opkijk. Nou ja, zo voor een paar jaar zien we jou voor 200 miljoen vertrekken bij Volendam. Ja, ik hoop het. Oké, okay, nou dankjewel man. Ja, nee.